Dana Winner, bekend om haar indrukwekkende zangcarrière, staat momenteel in de schijnwerpers met een nieuwe single, een gloednieuw album en geplande kerstconcerten. Deze vrolijke aankondigingen worden echter overschaduwd door een hartverscheurend drama dat haar entourage heeft getroffen. De Vlaamse zangeres, geliefd bij Nederlandse muziekliefhebbers, heeft gedurende vele jaren grote hits gescoord. Haar recente optreden met het nummer Turn de Page getuigt van haar blijvende muzikale kracht. Met een nieuw album op zak is ze momenteel op tournee door Vlaanderen, waar ze haar publiek tracteert op sfeervolle kerstconcerten, ondanks het positieve nieuws over haar muzikale activiteiten. Domineert een tragisch incident het gesprek? Op 4 december is het 12-jarige zoontje van Jan, de musical director van Dana, betrokken bij een vreselijk verkeersongeval in Hijsop-Denberg en overlijdt. Dana Winner, die al jaren nauw samenwerkt met Jan, wordt geconfronteerd met een onwerkelijke tragedie. Dana zoekt naar woorden om het verdrietige nieuws te delen, het is ronduit verschrikkelijk. Ik werk al 10, 15 jaar met Jan samen, we zijn een tandem en hebben elkaar altijd door dik en dun gesteund. Ondanks de diepe rouw belooft ze te zingen op de uitvaart als eerbetoon aan het overleden kind. In de schaduw van deze tragische gebeurtenis blikt Dana Winner vooruit naar haar 35-jarig jubileum. Dat binnen een jaar in de Lotto Arena zal plaatsvinden. Haar muzikale triomfen worden nu overschaduwd door het verlies van een dierbaar lid van haar entourage, wat een periode van rouw en herdenking inluidt.